Dames, heren, we gaan het even over voetbal hebben. De ochtend van Joe. Sven en Ank. Ja, en niet met de eerste de beste. Integendeel zelfs, ik hoor hem altijd zo graag over voetbal praten. Dan hang ik aan zijn lippen. Oud-voetballer, analist en columnist van het laatste nieuws. En hij is ook de man die vanavond wel weer het achterste van zijn tong gaat laten zien in die online voetbaltalkshow die ik graag zie op hln.be Vista. Ik heb het over Jan Mulder. Dag Jan, goedemorgen. Hi. Wat een voetbalweekend. Zullen we beginnen met Cercle Brugge? Verkouter heeft het toch maar mooi gedaan en gefixt, hè? Hij heeft het fantastisch gedaan, bedoel maar. Ze halen hem als gerenommeerde trainer en meteen raak. Ja, dat is wel knap. Ja. Maar ik ben een klein beetje Beerschot supporter, sorry. Het was wel wrang in de allerlaatste minuut. Een klein beetje dubieuze strafschop, dat moet ik er wel bij zeggen. Ja, over dubieuze dingen gesproken. Want dubieus, dat... ja. Ja, allee, het was raar hoor, dit weekend. Ik zat het allemaal op de radio bij de collega's te beluisteren. En al die wedstrijden tegelijkertijd, dat zorgt wel voor een lekker soort spanning. Maar hoe heftig was het gisteren, zeg? Ach man, ja, nou ja, je bedoelt waarschijnlijk het toppunt van dat alles was Mechelen dat met 2-0 voorkomt. Ja. En dan Eupen in 5 minuten tijd er 3 maakt tegen Moes Kroen. Ja, ik heb die goals gezien. Moes Kroen deed niet alles wat in hun vermogen lag, geloof ik. Nee, maar meen je dat nu? Ja, dat meen ik. Maar dat kan ook zijn dat ik... Dat die wedstrijd om 8:30 gespeeld werd en dat ik nog niet helemaal wakker was en een beetje vaag door mijn ogen keek. Ja, nee, dit was... Dat was wel gegund door Moes Kroen, laten we het zo zeggen. Ze deden niet hun uiterste best om een goal te vermijden, nee. Maar dat is... wat betekent dat dan? Vind je dat dan meteen stront aan de knikker? Of, Nee, helemaal niet. Die dingen die gebeuren nog een keer. Ik weet nog wel eens een keer een match Duitsland-Oostenrijk op een WK ooit. Dat werd 0-0. En dan konden ze beide met die uitslag door naar de volgende ronde. Nou, het was een afschuwelijke wedstrijd. Weet je, dat is niet omgekocht of zo. Maar dat. Kijk, Moes Kroen had niks meer te winnen. En dat ging wel erg gemakkelijk hoor, vond ik, die goals. Dus ik kan me wel voorstellen dat Mechelen, zich in een rare positie is gemanoeuvreerd. Bekocht is toch het woord? Want bekocht, het kost natuurlijk handenvol geld wat daar is gebeurd. Hè? Dat is een gigantische streep door die rekening die ze in Mechelen nog maar opnieuw echt goed aan het maken waren. Hè? Ja man, het leven als voetbalprof en bestuur, het valt niet mee. Blijf maar lekker zitten waar jullie zitten. Dat ga ik doen. Zeg, ik weet niet of je het weet, maar ik ben clubsupporter. Jij hebt zo'n rare band met een ploeg uit de hoofdstad, meen ik mij goed te herinneren. Zitten we op rozen of denken jullie dat de club het toch nog knap lastig gaat krijgen in die play-offs? Nou, kijk, die play-off, dat is een zo'n raar fenomeen. Dus Anderlecht staat nu op 6 punten. In 6 punten van Brugge. Maar kijk, als je heel positief redeneert als Anderlecht supporter en speler en bestuurder, dan is dat mogelijk. Je kunt 2 matchen van Club Brugge winnen, volgens mij. Alhoewel, nee, ik bedoel, het kan wel, maar ik geloof het niet. Nee, Brugge is net iets versterkt dit seizoen. Ja, wel de laatste weken toch ook. Dat geven wij toe, Sven. Ja, wij geven dat toe. Ik probeer het ook af en toe. Oké, dus je denkt clubkampioen, maar het komt wel goed met Anderlecht. Jij gelooft in het verhaal van Koeken? Nou ja, dat wordt moeilijk. Kijk, Koeken, die gedraagt zich als troubleshooter. En dat is wel goed. Die organisatie moet dan op punt gezet worden. Maar eigenlijk beschouwen wij op Anderlecht hem als suikeroom. Dat gaat geld kosten om dat elftal weer op een Anderlecht manier te laten spelen. Er moeten nieuwe spelers komen. Echt waar. En dat kost geen 10 miljoen, maar een tikkie meer. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of Mark zover gaat. Oké, wij met z'n allen. Het was fijn om je aan de lijn te hebben, Jan. Heel tof. Dank je wel daarvoor. En veel succes met al je commentaar op hln.be.
Dag. Dag. Doei. Jan Mulder. Ja, doei. Doei, papa. En als hij zegt dat we kampioen worden. Ja. Dan ben ik wel blij. Allee, genoeg over voetbal nu, hè. Ja. We hebben het weer gehad. Tijd voor een liedje.